leuk dat je geïnteresseerd bent in de functie van propositiedesigner of manager propositiedesign. In deze video vertellen we wat meer over de volgende vier vragen. Waarom werkt Dela met ontwikkelteams? Wat doen deze ontwikkelteams precies? Hoe doen de ontwikkelteams dit? En wat is de positie van de ontwikkelteams binnen Dela? Dela wil dé expert worden op het domein overlijden en doorgeven. Net zoals je zou kunnen zeggen dat de ANWB de expert is binnen het domein reizen. Hier is heel veel over te vertellen, maar voor nu is het belangrijk om op te noemen dat we heel goed moeten worden in ieder geval twee dingen. Naar leden luisteren en echt begrijpen wat hun behoeften precies zijn en producten en diensten ontwikkelen die deze behoeften zo goed mogelijk invullen. Dela heeft ontwikkelteams die zich hier volledig op richten. Ontwikkelteams zijn continu op zoek naar ledensignalen binnen het domein overlijden en doorgeven. Op basis van deze behoeften gaan de teams aan de slag met het ontwikkelen van verbeteringen van bestaande dienstverlening en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit doen de teams op basis van een vaste werkwijze. Het gaat te ver om de hele werkwijze nu toe te lichten, maar drie punten zijn belangrijk om te noemen. De werkwijze start altijd met een signaal van potentiële leden. De werkwijze is gebaseerd op design thinking. Die bestaat uit twee fases van divergeren en convergeren, ook wel de double diamond genoemd. En gedurende werkwijze checkt het team regelmatig of ze de leden echt goed begrepen hebben of niet stiekem aan de haal zijn gegaan met eigen assumpties. Over de samenwerking binnen de teams willen we ook graag twee dingen benoemen. Allereerst, de teams werken op basis van Agile, waar de taken voor de komende sprint in overleg met het team worden bepaald. Ten tweede, uit ervaring weten we dat de magie en energie op nieuwe ideeën ontstaat op het moment dat de teams met elkaar aan de slag gaan. De teams werken daarom in principe met elkaar op locatie. Thuiswerken is een uitzondering en in overleg met het team mogelijk, maar de standaard is dus echt het team op kantoor. Ontwikkelteams krijgen doelstellingen mee. Klanttevredenheid, een aantal leden die gebruik maken van het ledenassortiment bijvoorbeeld. Verder werken ontwikkelteams zo autonoom mogelijk en hebben ze het mandaat om zelf te bepalen aan welke ledensignalen ze prioriteit geven om zoveel mogelijk waarde toe te voegen voor onze leden. Er is natuurlijk veel meer te vertellen over de strategie van Dela, de ontwikkelteams en het werk van propositiedesigners, maar dit is vast een begin. We hopen dat dit in ieder geval een goed beeld geeft. En als je nog vragen hebt, dan kan je deze natuurlijk altijd stellen tijdens het kennismakingsgesprek.